Welkom bij Gaming bij Stijn en Anais. We bespreken vandaag het ongelooflijk angstaanjagende spel Ghost Stories. Ghost Stories dus. Het spel van Antoine Bozza, anders zo'n vredelievende man. Maar hier is het letterlijk pompen of verzuipen. Jij en maximaal 3 medespelers moeten een dorpje zien te beveiligen en beschermen tegen een invasie van tentakelmonsters, demonen, vuurduivels, geesten en andere zombie-etters. Uiteindelijk is je doel om Wu Feng te verslaan. Wu Feng is de Lord of Nine Hells, de heerser over alle hellen. Of is dat hels? Het doet er niet toe. Nu goed, die heerser is al 1000 jaar dood en vergeten. Maar in dit kleine dorpje staat zijn urne met assen. En eens Wu Feng die assen terug kan bemachtigen, dan komt hij terug naar zijn glorieuze, majestueuze zelf en is de wereld eerlijk gezegd verdoemd. Jij en je 3 medespelers kunnen dit wel degelijk tegenhouden door Wu Feng zelf te verslaan. Maar Wu Feng die komt altijd pas helemaal naar het einde van het spel. De kaart van Wu Feng wordt op het einde van de Ghost Deck gestoken. En er komen dus heerst een shitload aan andere monsters op je af, vooraleer je maar een kans maakt om te mogen vechten tegen Wu Feng. De kans dat je dat overleeft is heel erg klein. Bijna nihil. En toch is het een verslavend spel waarbij je na je zoveelste verlies opnieuw wil proberen en die Wu Feng eindelijk terug te sturen naar de hel. Je kan het proberen. Zie hier het bord van Ghost Stories. Dat valt toch wel goed mee, zou je kunnen denken. Heel veel mooie kleurtjes, maar het is een valstrik, geloof het van mij. In het midden van het bord liggen 9 tegels met elk een voor- en achterkant. De achterkant, daar hebben we het straks nog wel eens over, dat is slecht nieuws. Maar laten we beginnen met de voorkant. Wel, op deze tegel staat een grafdelver. Als je met je monnik op deze tegel staat, mag je de speciale gave van deze grafdelver gebruiken. Wordt de kaart echter langs de achterkant gedraaid, dan wil dat zeggen dat de tegel vervloekt is en kan je deze actie dus niet meer gebruiken. Dat is op zich al slecht nieuws, maar eens er 3 tegels volledig omgedraaid zijn, dan verliezen de spelers het spel automatisch en is het game over. Zie je wel, al die mooie kleurtjes? Het is gewoon een donkere valstrik, want dit is een pikzwarte game met heel weinig hoop om te winnen. Kijken we eventjes verder, dan zien we de playerboards. Dat zijn deze zijborden in geel, groen, blauw en ook rood. Dit zijn eigenlijk borden waarop de geesten op deze vakjes voor het eerst opduiken. De geesten zijn kaarten en verschijnen dus op het vakje van hun corresponderende kleur. En de monniken die zitten in het midden van het bord en kunnen dus de geesten bevechten langs de zijkanten. En dat is veel makkelijker, dat is veel moeilijker dan het klinkt. Helaas voor ons. De componenten van het spel zijn op zich vrij eenvoudig en eigenlijk ook niet zo groot in aantal. Dit zijn boeddha's. Dat zijn artefacten die je wel kunnen helpen om moeilijke geesten te verslaan. Maar daaronder ligt iets dat me eigenlijk bijna doet janken gewoon van ze te zien. Namelijk de 10 Wu Feng incarnaties. Wu Feng is dus de opperbastard die je moet zien te verslaan om een kans te maken het spel te winnen. En dat is ook de enige manier om het spel te winnen. Maar zoals je kan zien is Wu Feng echt wel heel erg sterk. Elk van die bolletjes is een dobbelsteen die jij moet zien te rollen, een kleur die jij moet zien te rollen. De gewone monsters zijn iets haalbaarder. Deze bijvoorbeeld heeft maar 1 zwart dobbelsteentje nodig om te winnen. Dus bijvoorbeeld met deze combinatie van dobbelstenen zou ik dit monster kunnen verslaan. Wat je hier ziet is een ghost figurine. Die gebruik je om aan te tonen welke vakjes op het punt staan overrompeld te worden en dus vervloekt te worden door de geesten. Die zie je dus liever gaan dan komen. Maar toch, we vinden het wel leuk dat ze erin zitten. Het zijn mooie figurines. Ja, dit is ook slecht nieuws. Dit is de Curse Die. Die zal je in speciale gevallen moeten rollen. Bijvoorbeeld hier links onderaan op deze kaart. En dat is altijd slecht nieuws. Die neemt dingen af en die maakt het de helden moeilijker. Dit is onze blauwe held. Ik heb ze niet alle 4 getoond, want ze zijn alle 4 hetzelfde. Dus ze zien er enorm stoer uit, maar geloof me, ze zullen jouw help zeker en vast nodig hebben om het spel te winnen. Als we nog eventjes verder kijken, zijn er nog een aantal tokens. Dit zijn de G-tokens.
en die representeren eigenlijk de gezondheid van je monnik. Die zijn allemaal hetzelfde en je begint het spel met 4 van deze cheat-tokens. Natuurlijk, elke keer je gewond wordt, hoppa, verdwijnt er een cheat-token. Eens je op 0 verzeilt, is je monnik dood en dan is er... Voilà, er is wel een optie om hem terug tot leven te brengen, maar laten we zeggen dat dat niet makkelijk is. Als alle 4 de monniken sterven, uiteraard is het spel dan ook voorbij. En dit zijn de zogenaamde Tau-tokens. Tau-tokens die geven je eigenlijk een extra optie tijdens het gevecht. Je mag de Tau-token van deze kleur gebruiken als dobbelsteen van die kleur. Dus bijvoorbeeld tegen een monster met 2 groene vakjes zou ik niet kunnen winnen, want ik heb maar 1 groene dobbelsteen. Maar ik kan dan wel mijn groene Tau-token gebruiken als vervangdobbelsteen. En dus heb ik opeens 2 groen. Daarmee kan je dus een monster van 2 groene vakjes verslaan. Maar helaas is de Tau-token dan op. En dat geldt ook voor deze token, de Yin-Yang-token. De Yin-Yang-token die kan je gebruiken voor 2 speciale activiteiten. De eerste daarvan heeft te maken met de dorpelingen. Stel dat je bijvoorbeeld op, ik zeg nu maar wat, dit vak hier staat, dan kan je je Yin-Yang-token gebruiken om de actie van één van de andere tegels te gebruiken. Heel handig dus in een noodsituatie. De andere optie met de Yin-Yang-token is het terug omdraaien van een vervloekte dorpstegel. Bijvoorbeeld stel dat de grafdelver wordt omgedraaid door een geest, dat dus zijn actie niet meer kan gebruiken, dan mag je de Yin-Yang-token eenmalig gebruiken om toch weer te kunnen gebruik te maken van de grafdelver zijn speciale gaven. Heel essentieel in het spel, maar zoals gezegd, je hebt er maar eentje en je zal dus heel goed moeten nadenken wanneer je je Yin-Yang-token gebruikt. Ook al bestaan er manieren om hem terug te krijgen, geloof me, je gebruikt hem best enkel en alleen als je heel zeker bent dat dit je een extra boost zal geven om het spel te winnen. Ziezo, dat zijn zo'n beetje de componenten van Ghost Stories. Dit zou een typische ronde in Ghost Stories kunnen zijn. Aan de beurt is de rode monnik Fat Chu. Dit is een fictieve naam die we gewoon voor deze video hebben uitgevonden. Fat Chu heeft 2 vijanden in zijn nabije zone liggen. En eentje daarvan zou hij bijvoorbeeld rechtstreeks kunnen beginnen aanvallen, mocht dat het soort spel zijn waarin je gewoon meteen mag beginnen hakken op de tegenstanders die toch je stad aan het bedreigen zijn. Helaas, zo werkt Ghost Stories niet. Aan het begin van elke spelersbeurt gaan we namelijk eerst naar de Ghost Deck. Elke speler moet aan het begin van zijn beurt een nieuwe ghost trekken. Bijvoorbeeld deze, en een zwarte ghost zoals deze moet je altijd in de zone van de speler die hem getrokken heeft leggen. Dus die komt hier terecht. Fat Chu heeft opeens 3 tegenstanders in plaats van 2. En het wordt er niet gemakkelijker op, want in deze rode zone liggen nu dus 3 geesten, maar de nieuwe geest heeft een actie die je moet doen bij het begin. Dat is het afgeven van 1 van je 3 Tau Dice. Kijk eens aan. Nu mag je dus maar vechten met 2 dobbelstenen in plaats van de 3 die we gewend zijn. Laten we zeggen dat Fat Chu beslist om deze vijand aan te vallen, dat is de Skinner. Daar heeft hij maar 1 rode zijde van de dobbelsteen voor nodig om hem te verslaan. Hij rolt en niets. Zwart en groen. Dus de Skinner blijft leven, tenzij Fat Chu beslist om zijn rode Tau-token te gebruiken om alsnog dit monster te doden. Laten we zeggen dat we dat doen. We vervangen de zwarte door een rode en dit monster met zijn figuurtje erop gaat eraan, hop, in de discard pile, monster dood. En je zou kunnen denken dat dat een heel goede beurt was. Maar wacht, nu is het aan de groene speler. En vergeet niet, elke speler moet dus eerst een nieuwe kaart trekken uit de Ghost Deck. Dus we gaan opnieuw naar de Ghost Deck. En daar is een geel spook. Oké, laten we eens kijken. De gele zone ligt al volledig vol en dat is extra slecht nieuws. Er kan geen spook meer bij, dus moet de geest sowieso ergens anders naartoe. En verliest de gele speler 1 van zijn levens- of chi-tokens. Dus gewoon door je beurt te starten eigenlijk en dit monster te trekken, dat je het alsnog moet plaatsen, verliest de gele speler bovendien nog eens een deel van zijn levenskracht. En zijn de helden dus weer een stapje dichterbij de verdoemenis. Maar goed, onze groene held Fat Cheng denkt geen probleem, dan leer ik deze gele geest wel een lesje. Gewoon eventjes rollen, kijk eens aan. En, ja, oké, deze telly die hangt een beetje. Hoppa, ach, geen enkele gele worp. Kortom, dit monster blijft gewoon leven. En Fat Cheng zijn beurt heeft eigenlijk helemaal niets opgeleverd. Want hij had dus minstens 1 gele moeten rollen, maar kijk, dat helaas zelfs met de herrolgave van groen werkt het niet. En er is nog meer slecht nieuws, want deze geest heeft eigenlijk nog een gave die we zijn vergeten. Die, als hij binnenkomt, moet hij namelijk opnieuw een monster trekken. Dus ook deze verschijnt in de rode zone. En de rode zone,
Ja, die ligt ook vol. Dus krijgt nu ook de rode speler een chi-schadepunt bij. We spoelen even vooruit naar de beurt van de blauwe speler. In zijn beurt moet een blauw monster in zijn zone zijn geest een stap vooruit zetten. Die geest die zorgt er dus voor dat de grafdelgertegel, of de kerkhoftegel, vervloekt wordt en dus onbruikbaar zal zijn voor de rest van het spel. Nog 2 tegels te gaan en de geesten hebben het spel al gewonnen. Zo snel kan het dus gaan. De geest verdwijnt overigens niet, die komt meteen terug op de blauwe geestkaart en die kan dus binnen 2 beurten een volgende tegel helemaal besmetten. Nu de blauwe speler gaat proberen vechten tegen ofwel de zwarte die eronder ligt, ofwel de blauwe die ernaast ligt. Dus we gaan even rollen en kijken wat er gebeurt met 2 dobbelstenen, niet te vergeten. Aha, we hebben een witte dobbelsteen gerold. Wit betekent een kleur naar keuze. Dus we zouden deze witte kunnen gebruiken om dit blauwe monster te doden van 1 schadepunt, ofwel deze zwarte. Nu, die zwarte is diegene die al de hele tijd onze derde dobbelsteen gegijzeld houdt. Dus de logische keuze is om de Repellent Beauty in de discard pile te gooien. En zo hebben we alle andere monniken tenminste hun derde dobbelsteen terug. Een klein beetje hoop dus voor onze monniken. Maar laten we wel wezen, de stad is nog lang niet gered. Ho, 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 ho. Dat is 1 beurt in Ghost Stories. Dat is 1 ronde. Dat was nu een ronde waarbij je op het einde nog kan denken, er is nog hoop, we winnen het wel, nog eventjes volhouden. Wu Feng is maar 30 kaarten meer verwijderd. En dan slaan we zijn ondode kop eraf en we winnen. We winnen dit zaakje en we gaan straks toasten met een frisse pint en zeggen, goed gespeeld man. Maar realistisch gezien is dat een uitzonderlijke beurt dan, waarbij je die hoop zal voelen. Want wanhoop is eigenlijk het sleutelwoord in deze game. Elke beurt komt er weer een geest bij. Op een gegeven moment zullen alle 12 de vakjes volledig overrompeld zijn en kunnen er dus eigenlijk geen geesten meer bij. Maar vanaf dan begin je dus schade te lijden, dan verdwijnen je chi points plotseling, telkens er een nieuwe kaart getrokken wordt. Je monniken zijn eigenlijk verdoemd om te sterven. En als er eentje sterft, zal je echt beginnen blikken te merken rond de tafel van, is het de moeite dat we onze beperkte bewegingen opgeven om onze dode compaan terug tot leven te brengen? Of gaan we gewoon zelf voor de winst en laten we de doden wat ze zijn? Er is geen strategie die altijd dit spel zal winnen. Want de Ghost Deck, met zijn kaarten die elke beurt er weer bij komen, is heel erg onvoorspelbaar. En de incarnatie van Wu Feng is ook heel erg onvoorspelbaar. Zelfs op de initiation level, wat dus zogezegd de introductie, het introductieniveau is, dat zogezegd makkelijk moet voorstellen, is het statistisch gezien heel moeilijk om het spel te winnen. Maar het is wel een ideale co-op game. Eentje die ik van harte durf aanraden en die enkel mensen die snel opgeven misschien niet zo leuk zullen vinden. Het is zeker geen spel om elke avond eventjes voor de gezelligheid boven te halen, maar als je een goede groep mensen vindt, monniken, kaalgeschoren of niet, altijd welkom bij ons. Als je een goede groep vindt, dan is dit misschien wel de ultieme cooperative game. Je hebt zo weinig kans om te winnen, maar wanneer het toch lukt, dat is een gevoel dat ze je nooit meer afnemen. En dat is een spel dat je nooit meer zal vergeten. En dat is bij gaming, bij Stijn en Anais, een van de voorwaarden om tot onze toppers te behoren. Ghost Stories zal in onze collectie blijven. Daar moeten we niet aan twijfelen. Die blijft. En ik hoop dat we hem nog heel vaak zullen kunnen spelen. En als je zelf benieuwd bent om mee te komen spelen en je bent in de buurt, laat het ons weten. We kunnen altijd hulp gebruiken. Tot de volgende keer. Dit was Gaming bij Stijn en Anais, reviewen Ghost Stories. En we zien jullie graag in een volgende video terug. Bye. Slowly smell of her fate as blossoms wither.